gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard je niet. Dat kun je op twee manieren doen, gemeente, je verharden. Je zegt, nou ja, de Heer is liefde, God is liefde, komt allemaal wel goed hoor. Ja, dan houd je eigenlijk jezelf voor de gek. En je kunt ook zeggen, nou ja, maar dat zal zomaar niet gaan. Ik moet eerst maar afwachten. Er moet heel wat gebeuren. Dat gaat zomaar niet. En ondertussen ga je zo weer verder. En dat is ook erg. Dus je kunt naar beide kanten kun je uitglijden in oppervlakkigheid of een dode rechtzinnigheid. God moet het doen. Heeft de dominee Boer zei. We hebben geen God die iets moet, maar die het heden doet. Dat is de klem van het evangelie. God moet niets. Wij hebben het gemeente om voor hem neer te vallen en te buigen. Wat wordt het een heerlijk kerstfeest. Als we zijn stem heden horen, de deur door Gods genade open doen. Dan komt Immanuel naar binnen, gemeente. Dat is dat rijk als Immanuel naar binnen komt. En als hij intrek neemt in je hart, in je huis.